We zitten hier in Baren met Ben Kramer. Ja. Op een heel mooi stationnetje waar eerst vroeger de koningin in en uitstapte. Ja. En we praten met Ben Kramer over zijn nieuwe cd en over zijn optreden, wat hij gaat doen binnenkort op Jazzy Tool op de maandag. Ik dacht dat dat 28 oktober was. 28 oktober, ja. Bij restaurant De Buurvrouw, waar jij een speciaal concert kon geven. Even terug in de tijd. Je bent ooit ontdekt door Annie de Reuvel, zangeres van de Ramblers in de tijd. Dus dat is onze link met de jazz. Ja. En toen heb je een hit gescoord, Zij. Ja, ja. Ja, dan gaan we terug bijna een halve eeuw, hè? 1967 was dat. Ja. Ja. Toevallig was ik gisteren nog bij Annie de Reuvel. Ze is inmiddels bijna 97 jaar. Dus ze is nog steeds onder ons. En ja, dat is 1967, toen ging ik ook het vak in eigenlijk, zoals het heet. En, ja. En vanaf dat moment ben ik er nooit meer uit geweest. En toen heb je Nederlandse songs gedaan. En toen ben je op een gegeven moment ook verzeild geraakt in Joop van den Ende in de musicals. Mm-hmm. Heb je een aantal grote musicals gedaan in Nederland. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik tussen 1967 en 1985 heb ik dus veel, je kent het wel, plaatjes opgenomen, hekjes gemaakt, het land afgestroopt, zoals het heet. Daar heb ik het vak leren kennen. En toen in 85, toen mijn toptijd was echt in Nederland, qua optredens in dat land, echt de toptijd was ergens tussen 1970 en 1977. En maar toen in 85 ging ik eens om me heen kijken van wat is er nog meer in dit vak te doen. Ik wilde dus niet die jukebox blijven die met een bandje onder zijn arm het land afstroopt, moet ik zeggen. En toen kwam ik met de musical in aanraking. En dat is eind jaren 85 was dat. Bij Nooi's Volkstheater, Beppie Nooi uit Amsterdam. Ja. Kreeg ik toen een klein bescheiden rolletje. Voor het eerst mocht ik dat gaan spelen. Ik moest eerst eens laten zien of ik Ben Kramer wel kon wegspelen, want dat was nou eenmaal zo. Het welbekende zwiebertje-effect, wat we in Nederland natuurlijk heel erg sterk kennen. Zwiebertje voor de goede kijker of luisteraar die je misschien niet kent. Een man die een geweldige acteur was, maar die alleen maar Joop Doderen is zijn echte naam. En die daar gewoon een fantastische figuur wegzet als zwiebertje. Maar ja, hij kon ook Hamlet spelen. Alleen als hij als Hamlet opgekomen zou zijn, dan zouden de mensen nogal lachen. Dus dat noem ik het welbekende Siebertje-effect. En ik moest proberen om bij de casting van dat kleine musicalprogramma waar ik toen in ging staan, of ik Ben Kramer kon wegspelen. Heb je daar ook nog speciale lessen voor moeten volgen? Nee, niet echt. Niet echt. Ik heb me gewoon geconstateerd op hetgeen wat ik moest doen. En maar ja, kijk, het zegt het al, musical, het is toch ook acteren. Ja. En niet alleen zingen, maar ook daarbij acteren. Je hebt ook nog een uitstapje naar Amerika gehad. Ja, dat is weer naar aanleiding daarvan, want in 85 begon ik bij Nooi's Volkstheater. Toen kwam ik uiteindelijk terecht bij Koninklijk Ballet van Vlaanderen in België. Want in Nederland konden ze dat maar niet begrijpen dat Ben Kramer, de zanger van De Clown en Zaai, een oude muzikant, in één keer moeilijk ging doen. Met andere woorden, daar dus een musical ging doen en geen commerciële liedjes meer doet. En het Ballet van Vlaanderen heeft een ontzettend grote reputatie. Ja, het Ballet van Vlaanderen heeft mij toen geaccepteerd in de rol van Juan Perón in Evita. Dat heb ik toen een seizoen gespeeld en toen kwam ik, naar aanleiding daarvan kwam ik weer, nadat ik in Nederland afgewezen werd, na een hele goede auditie gedaan te hebben voor de musical Les Miserables in 1990. Toen dacht ik, ja, nu heb ik het wel gezien in Nederland. In die zin, dat ik niet van dat effect afkwam. Ik bleef me continu met die stempel op je kop gedrukt. Heb je daar ook gewoond in Amerika? Ik heb daar 2 keer 3 maanden gewoond. Heb ik daar voor de producties eigenlijk? Voor de productie gestaan. En toen, ik ben dus naar Amerika gegaan toen in 1990. Na die auditie van Les Miserables, die dus helaas voor mij niet positief uitviel, terwijl ik toch een goede auditie had gedaan. Daar speelde ik ook Juan Perón in Evita en toen kwam ik terug in Nederland en toen, ja, toen, de rest is geschiedenis. Toen kwam de Phantom, ik heb daar dus de auditie gedaan voor de Phantom uiteindelijk. En toen hebben ze me wel, tussen aanhalingstekens, voorzichtig geaccepteerd.
ging eerst, mijn contract behelsde 1 voorstelling per maand. Het is natuurlijk belachelijk om zo'n zware rol als de Phantom 1 keer per maand te mogen of kunnen spelen. Maar waar het mij om ging was dat ik hem ging spelen. En dat vond ik belangrijk zat. Ik dacht, nou, als ik de tijd krijg om te bewijzen dat ik het kan. En die heeft ook heel lang gedraaid. En die heeft 3 jaar gedraaid. Dus dat was mijn doorbraak eigenlijk op het musicgebied. We gaan nu een stapje verder. Nu, je hebt een nieuwe cd uitgebracht, That's Life. Vertolking van de grote man Frank Sinatra. Is een soort revival van... gelouterde zangers, hè, als je Engelbert Humperdinck die bij de Toppers weer optreedt en het ontzettend goed doet. Maar ook Tom Jones die zelfs op het North Sea Jazz Festival de hele boel plat heeft gespeeld met zijn optredens. En nu gaat Ben Kramer Tiel plat spelen met zijn jazz. Waarom Frank Sinatra? Ik heb het altijd al gewild. Je noemt net precies de goede namen. Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Frank Sinatra. En jij, want jullie waren alle 3 de helden van mijn moeder. Oh ja, is dat zo? Ja. Neem een Barbra Streisand, geweldige performer, geweldige zangeres. Waar ik kippen van kan krijgen. En Sinatra heb ik altijd bewonderd. Zijn timing, de manier van zingen. Tekstbeleving vooral. Want het is niet de makkelijkste man. In de zin om te performen. Ja, je moet ook niet de fout gaan maken om na te willen gaan doen. Want dat moet je dus never nooit doen. En, maar ik vond het nu de tijd geworden om die liedjes die ik altijd zo mooi heb gevonden, om er zelf op te nemen. En vergis je niet, er staan geen platenmaatschappijen te wachten om daar een cd van Ben Kramer die een tribute to Frank Sinatra uitbrengt. Geen hond die erop zit te wachten. Dus ik heb het zelf gedaan. Ik vond het zo leuk om te doen. Je hebt hem zelf ook geproduceerd? Ik heb helemaal alles gedaan, ja. Oké. Okay. En die is dus nu net uit. En ik doe daar... Het begint nu een beetje bekend te worden. Er is ook trouwens een hele mooie special opgenomen. Die opgenomen gaat worden. Een tv-special van 3 kwartier met 40 man orkest. Dat is de Benny's Big Show Orchestra. Komt een beetje uit de buurt van Den Bosch. Van Den Bosch, ja. Dat wordt in december uitgezonden. Enfin, om lang verhaal kort te maken, het album gaat goed. En de mensen vinden het leuk om te horen. En als ik dan optreed, en dat zal ik dan in Tiel ook gaan doen, hebben ze mij gevraagd of ik toch een gedeelte van mijn bekende oude repertoire wil doen. Dat totaal niets met jazz te maken heeft. Nee. En daarnaast een performance te gaan doen met alleen Sinatra liedjes. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat zit. Hoe trek jij nu zo het land door? Dus met ook alleen maar de Frank Sinatra's? Nee. Ik heb gisteravond nog een optreden in Noordwijk in Huis ter Duin. En ja, dan sta je daar toch voor mensen die een beetje van mijn leeftijd. En ik maak een mix tussen musical, mijn eigen repertoire. Bekende repertoire, daar praat ik alleen maar over de clown en zijn huis. Voor de rest raak ik er eigenlijk heel weinig van aan. Omdat ik zoveel nog andere dingen wil laten horen. Op de cd staan 10 nummers, geloof ik. Of niet? Van de Sinatra? Ja? Nee, 19. 19? Dus. Ja, dan heb ik er 10 gehoord. Ja, 19, ja. Kun je zeggen van nou dat nummer is voor mij heeft iets bijzonders? Of dat ligt aan het arrangement wat ik helemaal moest omgooien naar je stem? Ik heb ze niet voor niks allemaal zelf uitgezocht. Alleen een nummer wat gewoon voor het publiek ook heel bekend is en het fijn is om te zingen ook is Let Me Try Again. Dat is een prachtig nummer, waar trouwens ook een mooie clip van gemaakt is. Wat te zien is op mijn website, benkramer.nl. Yep. Een zwart-wit clip. Maar wat echt een heel mooi nummer is, wat ik daar niet in de zaal vaak zal zingen, omdat het toch een sfeernummer is. Het is een beetje moeilijk. Dat heet het nummer Here's a Rainy Day. Dat kun je dan weer wel zingen als je in het theater staat, bijvoorbeeld. Yep. Maar niet in een etablissement dat gegeten wordt. En, terwijl de mensen nog wat eten zijn om dat nummer te brengen. Maar Sinatra heeft een totaal andere sfeer om zich heen. Hè? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is juist het moeilijke. Omdat ze van mij vragen of ik dan ook toch nog datgene wil doen waar ik bekend van geworden ben. En daarnaast dat andere. Nou is mij niet vreemd om juist die uitdagingen aan te gaan. Maar om dan die diverse genres bij elkaar te gaan brengen. En dan toch proberen een goede indeling te maken zodat het nog acceptabel is. Dat wil ik zijn. Want als jij een heerlijke maaltijd
gaat bestellen hier in het prachtige restaurant. En je neemt een kroket en daarnaast neem je een caviar en daarnaast neem je een lekkere biefstuk en daarnaast neem je nog een bord patat. Ja, dat is een belachelijke combinatie, toch? Ja, en dan met Ben Kamer. En dan nog eens een keer met mij. Ja. Maar dat neemt niet weg dat het allemaal te eten is in feite. Juist. Alleen, bij de buurvrouw. Hoe dien je het op? Ja. Daar gaat het toch bij om. De buurvrouw, ja. Op maandag 28 ja. Oktober zien we je in Tiel op Jezi Tiel. Top. En helaas, het is met orkestband, maar dat maakt niet uit. We zingen gewoon dat hele orkest weg. Moet je vertellen, wil je nou nog zelf even vertellen dat je bij de buurvrouw komt? Want in plaats van dat Pieter het zegt. Oké. Okay. Ja. Nou, dan vind ik het leuk natuurlijk om 28 oktober bij de buurvrouw aanwezig te zijn. Ik zal ook aanschuiven, ik zal ook aan de tafel gaan zitten om mee te eten. En ik zou het leuk vinden als de mensen zouden willen komen. Het is meldenswaar met een orkestband. Ik kan niet het hele orkest meenemen, daar is te klein voor. Althans, de omgeving te klein voor. U bent van harte welkom op 28 oktober bij de buurvrouw Ben Kramer. Met zowel de clown als Saai Saai, als Let Me Try Again, That's Life, My Way en ga zo maar door. U bent welkom.